Hallo allemaal, ik heb heel veel vragen gehad over de Nara. Als je Nara hebt, Nara is als je een beetje duizelig voelt, buikpijn, heel veel buikpijn hebt. Ik heb onderbuik, overal in mijn buik voel ik pijn gewoon. Onbewust heb ik wel zwaar opgetild. Ik weet, ik heb gesjouwd, zwaar opgetild, misschien zonder het eten. Dus we gaan het zo doen. Ik laat jullie even zien hoe ik dat doe. Ik heb hier een katoenen lapje. Hierin heb ik rauwe rijst gezet, die ga ik nu vastbinden. Vastbinden, goed vastbinden. Ik heb nodig olie, wat voor olie maakt niet uit. Dit even nat maken met olie hier. En een glas. Moet wel helemaal plat liggen. Beetje olie op je buik, rondom je navel. Dus we liggen helemaal plat. Dit ziet zo eruit. Nu gaan we dit aansteken. En dan kan je die glas, als die heel goed aan is, glas erop. Voor die Nara, met de glas, moet je helemaal plat liggen. En dan gaan we even, hierop zit er al olie op. Rondom je navel moet er ook olie zitten. En als het goed aan is, dan kan je die glas erop zetten. En dan zie je hoeveel die glas binnentrekt. Dat betekent dat ik echt Nara heb. Kijk, hoe meer het trekt, maar blijven plat liggen altijd. Hoe meer het intrekt naar binnen, hoe meer Nara je hebt. En als het niet, als je buik niet naar binnen trekt, dat betekent dat je niet echt Nara hebt. Maar kijk, de mijne, die trekt heel erg naar binnen, heel veel. Dus dat betekent, ik heb wel Nara. Daarom had ik buikpijn en zo. Ook bij het lopen ga je voelen, de trappen op en neer. En met iets optillen of slapen voel je ook. Even Nara checken, helemaal plat liggen. En dit. Kijk, ik heb Nara, zie je. Volg me op TikTok voor de gehele, video, ook op Insta. Over ongeveer 10 tot 15 minuten kan je dit laten. Soms laat het zelf los. Als het al 10 tot 15 minuten is en dat het niet loslaat, dan kan je het zelf zo doen. Kan je zien hoeveel.